in de living, zoals gezegd, en deze keer voor een shoplogje. Ik ga er proberen heel snel door te gaan, want het is eigenlijk behoorlijk veel. We zijn gaan kerstsoepen in Keulen, eigenlijk voor de kerstmarkten. Maar we hebben ook een aantal bezoekjes gewacht aan een aantal, aan de DM, aan de Kiko en dergelijke. En dat wil ik jullie laten zien. Als eerste heb ik twee haarverven gekocht, omdat deze echt super goedkoop zijn in Duitsland. Ik zal de prijzen hieronder ook nog vermelden, maar ik denk dat ze iets van 3 euro waren. De ene is Nutris Crème van Garnier in Mahoney. Dus die ziet er zo uit. En dat is ongeveer de kleur. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dus dat is deze. Die heb ik in België al gekocht en daar was ik heel tevreden over. En dit is voor mij een nieuwe, de Garnier Color Intense. En deze is in vurigus brown. Vurig bruin eigenlijk, ook weer meer een roze tint die er zo uitziet. Dus dit is de verpakking. Dus twee haarkleuren. De volgende stop was de Kiko winkel. En Kiko is een heel erg bekend merk onder de beauty liefhebbers onder jullie. Maar niet te krijgen in België of in Nederland. Het is voor zijn oorsprong een Italiaans merk. Maar ze hebben dus ook een echte concept store in Keulen. Dus daar moest ik toch eventjes langs. Als eerste heb ik daar een eyeshadow base gekocht. Ik ga hem even proberen open te doen. Dus dat is eigenlijk ja, een basis voor onder oog make-up. In mijn vorige filmpje had ik gezegd heel enthousiast te zijn over de shadow potion. Maar dit is dus die van Kiko. Ziet er zo uit. Zit in een tubetje. En er komt zeker een review over eens ik hem uitgebreid heb kunnen testen. Dan nagellakjes. Uiteindelijk maar 2. Uiteindelijk zelf maar 2 op de hele shoplijst. En dat was eigenlijk waar ik voor ging. De ene is een basis zwarte nagellak. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Maar het is dus eigenlijk gewoon een hele zwarte. In nummer 7, denk ik dat het is. Het is ofwel nummer 7 ofwel 275. Er staan 2 nummers op. Maar het is dus gewoon eigenlijk een basic zwarte nagellak. Had ik nog niet in mijn collectie. Dus dat wou ik heel graag. En het andere is, ja, ik weet niet of hij heel mooi gaat overkomen op de camera. Maar het is paars met glittertjes. Heel erg feestelijk. Maar het is zo paars-rood. Zo wijnrood-paars. En dit is nummer 245. Ik heb ondertussen door wat de nummers zijn. Want ze staan onderaan. Dit is 45. 45 en de andere is dus 77. Dus zelf niet wat er op de achterkant staat. Dus 77 en nummer 45. Dan was er een aanbieding bij Kiko voor de Color Seduction Eyeshadow Palette. Zit in dit doosje. En is van, is een limited edition van de New Generation. Nee, van de van de Color Seduction lijn. En ik heb hem gekocht in Sensuous Burgundy. Het zijn echt heel erg kleuren die helemaal niet mij zijn. Maar net daarmee vond ik ze zo leuk. Zit in een mooi make-up tasje. En daarin zit dan uiteindelijk het oogschaduwpaletje. En als je het open doet, zie je het zijn allemaal mooie, inderdaad, burgundy tinten. Echte rode tinten. Ik ga ze eventjes snel voor jullie proberen te swatchen. Maar ik ga waarschijnlijk hier ook nog wel een review over schrijven. En dan kan je zien op het eerste gezicht, ze hebben ongelooflijk goede pigmentatie. Die was in aanbieding omdat het een limited edition was waar die ten einde liep. En ik heb er iets van een 7 euro voor betaald. En dan, het laatste artikeltje dat ik bij Kiko kocht, is de Color Sphere. Het zijn ook oogschaduw. En het zijn altijd duo oogschaduws in zo wat planeetachtige, planeetachtige potjes. Maar deze is eigenlijk een beetje aan, aan MAC denken. Deze is eigenlijk een hele neutrale van kleur. Het is de 208 Color Sphere. Ik weet niet of hij goed focust, maar hij ziet er dus zo uit. En als je hem, ik zal hem ook even swatchen. Het ene is heel wat glitter. De andere is, ja, bruin. En als je ze samen gebruikt, dan krijg je eigenlijk, ja, bruinachtige glitter. Minder gepigmenteerd, maar dat had ik gezien in de winkel.
Nat zijn ze wel heel mooi om aan te brengen. En ik had hem eigenlijk een beetje als highlighter of afwerking bedoeld. Dus de Color Sphere. Dan zijn we gaan shoppen bij DM. En daar kocht ik gewoon mijn Photo Finish Foundation van Catrice terug in Rosy Beige. Omdat mijn bijna op was. En ze daar toch net iets goedkoper zijn. Dus die kennen jullie al. Ik heb er ook al een review over geschreven. Dus dat is een blijver. Die komt elke keer terug. En dan, omdat mijn oog make-up remover op was, heb ik voor één keer iets anders genomen dan mijn getrouwe product. Deze is van Essence. Eye Makeup Remover Waterproof. Hij ruikt naar helemaal niks. Hij was heel erg goedkoop. En ik had zoiets van Essence. Ik ben eigenlijk altijd heel tevreden over Essence. Dus deze ga ik een kans geven. Dus de Essence Express Eye Makeup Remover. Dan heb ik twee lipsticks gekocht van P2, Pure Color. P2 is een merk dat je alleen maar bij DM vindt. Volgens mij is het zelf het merk van DM zelf. En ik heb ze gekocht in twee kleuren. Enerzijds is Piccadilly Circus. En dat is eigenlijk een hele felle roze. Dus die ziet er zo uit. Ik zal hem ook eventjes swatchen. Die ziet er zo uit. Dus heel erg fel roze. En de andere is de Rue de Rivoli. Rue de Rivoli. En die ziet er eigenlijk zo uit. En ik ben er eigenlijk nog niet goed uit of hij nu bruin is of rood. Ik heb hem nu op. Ik zal hem ook nog eens voor alle zekerheid swatchen. En op mijn hand ziet hij er dus wel echt heel rood wijnrood uit. Dus ideaal voor de winter waar al die roodtinten heel erg in zijn. En ze zijn heel goed gepigmenteerd. Ze blijven ook redelijk lang op de lippen zitten. En ze kosten €1,29. Dus ik heb ze er ineens allebei meegenomen. Nog gekocht is de Colossal Volume Express van Maybelline New York. Ik had eigenlijk nog wel wat mascara liggen. Zeker ook mascara die ik moet testen. Maar ik vind het in België en Nederland heel moeilijk om bruine mascara te vinden. Zeker van de bekendere merken. Zoals deze, die kan je bij ons alleen maar in zwart en ultrazwart krijgen. Hier hadden ze hem dus in bruin. Dus ik heb hem onmiddellijk meegenomen. Dus de Colossal Volume Express. Dan van het huismerk van Balea heb ik deze twee. Dat zijn, badzoutjes. En deze is Geluksrauch. En daar zit eigenlijk grapefruit in. Dus dat is een van mijn favoriete geuren. En deze is voor een momentje rust, adempauze. En dat is met jasmijngeur. En daar doet mij ook altijd wel aan vakantie denken. Dus deze twee voor een lekker badmoment. Als jullie trouwens trippelende voetjes en dergelijke horen, dat is Yoda. Ik zal hem straks even op camera zetten, maar dat is dus mijn hondje die hier rondloopt. Nog van Balea, dat is dus het DM-merk zelf, heb ik deze nachtcrème gekocht. En dat is voor de zeer droge huid. Dus dat leek me echt iets voor mij te zijn. Zeer droge huid. Hij zit in zo'n tube. En ik weet niet of hij goed is, maar het valt altijd uit te testen, vond ik. Dus deze heb ik meegenomen. Mijn nachtcrème van Kruidvat was trouwens op. Dus ik was toe aan een nieuwe. Dus deze van Balea. Dan heb ik nog deze Color Tattoo 24 Hour. De meeste onder jullie zullen deze wel kennen. Is ook van Maybelline. Ik heb hem in bronze en on and on bronze. En ik heb hem niet gekocht echt als oogschaduw. Maar ik hoorde meer en meer dat ze ideaal zijn eigenlijk als oogschaduwbasis. Dus eigenlijk onder mijn echte oogschaduw. En daarom dus bronze, omdat ja, 90% van mijn oogschaduw heeft een bruine kleur. Dus Color Tattoo 24. Was ik al een tijdje naar op zoek, maar in Duitsland zijn ze goedkoper. Dus daar kon ik het effectief ook aanschaffen zonder echt spijt te hebben van te veel geld. Dan, wat ik nog kocht, waren deze Show Your Feet Gel Shoe Pads van Essence.
Het zijn deze. En die zijn eigenlijk specifiek gemaakt voor op hoge hakken te lopen. Als je pijnlijke voeten hebt, als je op hoge hakken loopt. Dus die moet je daarop aanbrengen en je glijdt niet meer naar voren. En je zou er minder pijnlijke voeten door hebben door de massagepunten die erop zitten. Ik ben benieuwd. Ze zijn herbruikbaar en je gaat ze nu een tijd niet van horen, want ik heb ze speciaal gekocht voor in mijn sandalen deze zomer. Dus deze zomer komen ze waarschijnlijk nog wel eens voorbij. Dus deze. En dan twee niet gebonden beauty producten, maar wel waar ik zelf altijd dol op ben, is twee geurkaarsen. Jullie kennen bij ons Breeze waarschijnlijk wel en die hebben ook heerlijke geuren. Maar in Duitsland waren er dus speciale limited edition kerstedities. Deze is Winterberries en die, is, ja, die heeft ook een heel mooie... Alleen vind ik toch, omdat je het op je kast moet zetten. Heel mooie tekening. Ik ga ze proberen te laten zien. Ruikt eigenlijk best wel zoet, maar ruikt wel heel lekker. Heel zoet en lekker. En dan de andere speciale geur was cranberry en granaatappel. En dat is deze rode variant. Die heeft geen speciaal... speciale weergave, maar die heeft dan weer eigenlijk toch wel een redelijk mooi vormgegeven... potje. Dus op zich eigenlijk best wel mooi voor op de schouw te zetten. Verder hebben we natuurlijk ook nog veel kerstspulletjes geshopt. Maar ik zal onderaan het artikel, dus hieronder, ook nog een fotootje zetten van alles wat we voor de rest nog hebben geshopt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dag! Kom eens, kijk eens. Jodatje, kijk eens. Jodatje, kom eens. Come.